Weer als acteur? Ja, ja, ja. Je was acteur? Ja, ja, ja. Dat was ik ook nog. het is soms heftig van het een en het ander zo, maar... we hebben deze film ondertussen al een jaar geleden opgenomen, hè, vorige zomer. En ja, dat was tof, voilà. Maar ondertussen is er ook al veel gebeurd. Dus het is altijd maf wanneer een film uitkomt dat je... even terug... Ah ja, dat is juist. Want dat is vaak toch een jaar, soms twee jaar terug dat avontuur allemaal begonnen is. Dus. Ja, maar dat is ook het fijne aan acteur zijn, denk ik, dat je toch een beetje een chameleon moogt zijn en moet zijn. En dat vind ik ook best fijn dat Christophe daarvoor aan mij gedacht heeft. Want inderdaad, met de rol die ik al gespeeld heb, omwille van hoe ik eruit zie, ga je niet onmiddellijk aan mij denken voor bepaalde rollen. Terwijl dat ik dat misschien wel zou kunnen. En dat ik dat natuurlijk heel graag zou doen, want er is niks leukers als acteur om van het ene naar het andere uiterste te mogen spelen. En als je dat vertrouwen krijgt van de regisseur, is dat echt super fijn. Dus ik ben Christophe daar wel echt dankbaar voor dat hij mij die kans gegeven heeft, want zo voelt het wel. Dus ik hoop dat hij vindt dat ik het goed gedaan heb, maar ik denk het wel. Het was interessant. Je krijgt niet vaak zulke scripts opgestuurd. Hè. Ik spreek geen woord in de film, dus er staat eigenlijk nauwelijks dialoog in. Dus dat zijn allemaal regeltjes die beschrijven wat er gebeurt. En ik dacht, wauw, dit is wel echt anders dan anders. En anders dan ik ooit al heb gespeeld misschien ook. Dus verrassend, ja, maar ik denk dat de film verrassend is. In die zin... Zulke conceptuele films worden in Vlaanderen maar heel weinig gedraaid. En ik vind het best fijn dat ik eraan heb kunnen meewerken, ja. Net zoals in de muziek en eten. Soms heb je zin in comfort food en soms heb je zin om de fijnere dingen. En het is inderdaad een film die een inspanning van de kijker vergt. Maar ja, ik vind dat best fijn om naar zulke films te kijken. Dus zeker en vast. Ik denk wel dat ik, maar ook doordat ik in de wereld zit, ook meer films zie dan een doorsnee persoon. En ja, dan gaat het toch op zoek naar variaties op het thema. En probeerde ook naar Tarkovsky te kijken en ook naar al die films die Christophe geïnspireerd heeft. Ja. Dat is zeker geen film die zich makkelijk laat verkopen, nee. In dit geval, Geoffrey en Mariano, we kennen elkaar zeer, zeer goed. Weten ook dat dat een heel moeilijke film is. Het is vandaag de dag super moeilijk geworden, tout court, als filmmaker, om nog distributie te vinden, überhaupt. Door echte piraterij, de digitalisering, is het heel, heel moeilijk geworden op een normale, lineaire manier het product nog tot bij de consument te krijgen, jammer genoeg. Dus een film als deze is zeer, zeer moeilijk verkoopbaar. Dat weten we allemaal, denk ik, ja. Dus die wordt gemaakt voor een kleiner segment van de bevolking. Maar dat mag ook, vind ik. Dat moet zelfs. Het was fantastisch om met Johan te werken. Ja, Johan is echt iemand waar ik echt heel hard naar opkijk. Die een fantastische carrière al achter de rug heeft. En de dingen die hij blijft doen, blijven ook fantastisch. Hij heeft met heel, heel grote namen gewerkt. En ik zeg het, als ik zie hoe dat hij zich gedraagt, hoe dat hij bezig is met zijn vak, hoe dat hij een heel normale... een goede, goedhartige persoon is gebleven, zo. Dat is echt iets om, echt iets om naar op te kijken. En ik hoop
ten eerste al dat ik het even goed kan doen als hem, want dat zal niet makkelijk zijn. Hè, om, het is wel echt een carrière om u tegen te zeggen. En ook dat ik rustig blijf onder alles. En met evenveel levensvreugde in het vak staan als dat Johan dat doet. Ja. Heb je daar nu iets van geleerd, van die ervaring? Ja, ja. Ja, natuurlijk, ik heb nog nooit met een regisseur gewerkt die mij zegt, kijk nu naar links, kijk nu naar rechts, je knippert te veel met je ogen, hier ademde te vlug. Want het is een film die op ritme geregisseerd is, omdat er nauwelijks iets wordt gezegd. Dus alles dat je doet, heeft invloed op zijn montage. Eigenlijk is hij de film al aan het monteren wanneer hij aan het regisseren is. En dat was technisch gezien echt niet makkelijk. Om daarin een vrijheid te vinden en toch niet te crisperen als acteur. En dat was voor Johan hetzelfde. Daar hadden we het vrijwel elke dag over. Van oké, hoe krijgen we dit nu zonder het helemaal naar onszelf te trekken? Want eigenlijk wil Christophe iets anders. Toch doen leven. Dat was super moeilijk. En dus daarvan, ja, op die manier heb ik superveel geleerd om met Christophe te werken. En ook met Johan. Die op een ander moment in zijn leven staat. Denk ik misschien ook minder zich zorgen maakt over hoe hij is tijdens een take, hoe hij overkomt op camera. Dat zegt hij ook zelf. Dat zijn dingen waar dat hij al lang geleden afscheid van genomen heeft. Voilà, voor mij is dat af en toe moeilijker. Ik ben nog iets te hard bezig met mezelf. Zo. Ik ging ook altijd achter de monitor gaan kijken van mag ik een take zien, trok het op iets. Terwijl je gewoon zoiets had van, het zal wel goed zijn. Ik vertrouw Christophe. En ik vertrouw Christophe ook, maar... Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.